Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd dat er een gerechtelijk vooronderzoek wordt gestart naar aanleiding van een strafklacht die door een anonieme persoon is ingediend bij de procureur-generaal. Deze klacht richt zich onder meer tegen regeringsautoriteiten. Hoewel er nog niemand als verdachte is aangemerkt, is dit besluit genomen na analyse van onderzoeksresultaten van de politie en gezien de aard van de zaak. President Santokki heeft een werkgroep opgericht om binnen 15 maanden urgente problemen in district Wanica, resort Lelydorp, aan te pakken. De focus ligt op het verminderen van ontevredenheid onder bewoners en het behartigen van hun belangen. Het team zal maandelijks rapporteren en zoekt naar oplossingen in samenwerking met de gemeenschap. De regering ondersteunt bestaande en nieuwe projecten, zoals woningbouwinitiatieven, om de ontwikkeling van Lelydorp te stimuleren. De politie van de controleposten Stolkertseivers heeft op 5 en 11 maart 2024 zakken met krappe eieren in beslag genomen uit 2 voertuigen. Op 5 maart werden 15 zwarte vuilniszakken met 7000 krappe eieren in het voertuig van een militair gevonden. Terwijl op 11 maart bestuurder CG 29 vuilniszakken met krappe eieren vervoerde. Later verscheen AE bij de controlepost en claimde dat de eieren van hem zijn, waarbij hij een andere afhandeling wilde regelen. AE werd direct aangehouden. De 3 verdachten worden overtredingen van de jachtwet en de wet op economische delicten ten laste gelegd. De militair is op 5 maart overgedragen aan de militaire politie voor verder onderzoek.